Je ziet het goed, daar ben ik weer op Linda.tv. Terug uit Ibiza, waar ik de afgelopen 2 weken voor jullie alle leuke strandjes heb bezocht. Alle leuke restaurants, alle leuke winkeltjes op een rij heb gezet. En ik wilde jullie toch eventjes een kijkje laten nemen deze zomer, mochten jullie naar Ibiza gaan. Waar hippe tenten zitten en waar nou die BN'ers allemaal zitten en waarom. En misschien heb je daar wel helemaal geen zin in. En dan moet je juist daar niet naartoe gaan. Je kan overal naartoe rijden, maar het noorden is echt het leukste. Het noorden is wel het prachtigste stuk van het eiland. En zeker in de maanden juli en augustus, als het echt uitpuilt op de andere stranden, vind ik het daar het fijnst. Portinax, dat vind ik een nog onontdekt plekje. Daar is het nog gewoon oud, leuk, authentiek Ibiza. Als je dan toch in het noorden bent, vergeet dan op zondag niet naar Beniras te gaan. Beniras is fantastisch. En een paar hele lekkere restaurants, waaronder The Elements. Hola. Buenos dias. We hebben nu mazzel, hè? Het is geen zondag namelijk. We zijn op Beniras. Op zondag moet je echt nog een uur, moet je daar parkeren en nog een uur lopen om hier überhaupt in de buurt te komen. In de winter ga ik hier altijd met Bibi en Lulu lopen. In de zomer is dit echt hippie heaven op het strand. Kijk, het leuke van Beniras is dat het gelijk aantoont dat je Ibiza op 2 manieren kan doen. Of heel luxe en heel duur. Ik ben daar niet van, zeg ik heel eerlijk. Op zulke strandjes kan je lekker nog voor €6 een bedje krijgen in plaats van €50 per bedje. En dat soort flauwekul aan de andere kant van het eiland. Je krijgt hier een hele dag een parasol voor €6. Lekker een waterfiets voor €10. Ik ben er dol op. En kijk vooral naar de kleur van de zee hier. En hier gaat de zon onder. Nou, ik heb er zo beeldjes van. Lekker daar wat drinken en wat eten, gewoon in zo'n vissershutje. Alleen ja, het probleem is, in het hoogseizoen is het aanschuiven in rijen van 10. Dat is een beetje het punt. Als je daar op zondag wat anders wilt doen en iets moderner wilt doen, ga dan naar Calayondal. Dat is de eerste baai waar ik ooit woonde. Calayondal heb je Tropicana, erg Nederlands, maar heerlijke massages. Yemantja, de plek waar we in de winter ook vaak lunchen. Kijk, hier woonde ik eerst. Totdat de Blue Marlin erbij kwam. En toen had ik ineens een parkeergarage in mijn tuin. En de Blue Marlin is een heel apart verhaal. Buiten dat daar ook weer een waanzinnig winkeltje is, is daar ook elke zondag gewoon feest. Maar je begrijpt, we staan weer op de beste plek. Daar moet je even een borrel gaan drinken om het feestende Ibiza gevoel te hebben. En wat bekende Nederlanders te spotten. Ik vind het altijd super gezellig, want het enige nadeel is wel, neem je portemonnee mee. Want nu zitten we echt in het duurdere stuk van Ibiza. En helemaal als je daar gaat winkelen, het is enig, maar ja, neem je portemonnee mee. Een ander stuk van het eiland waar ik echt dol op ben is Santa Eulalia. Santa Eulalia is een fantastisch plekje waar ook in de winter nog wat reuring is. Er is ook een Nederlandse supermarkt, Differente. Zou ik ook heel erg aanraden als je wat langer blijft. Doe dat dan, Differente, voor al je krentenbollen. En je mayonaise die je misschien wel kan missen. En pindakaas. Je hoeft het allemaal niet meer mee te slepen. Machite heeft het. Een prachtige strandtent met de lekkerste paella en de lekkerste vis. 6 bokkers bij Escobels. Tussen Escobels en Vista Alegre in. Daar kun je ook leuk met een bootje naartoe. En dan word je door het restaurant opgehaald. Ja, luister. Je kan Ibiza op verschillende manieren doen. Maar mijn favoriete manier is toch echt op de boot. Het scheelt er niet veel. Op de boot en dan de hele dag genieten van het prachtige uitzicht. En een late lunch op het strand, bijvoorbeeld bij 6 bokkes. Leuk hè? Echt
hysterisch duur is het alleen maar daar waar je zelf wilt gaan liggen. Waar je van tevoren van weet dat het hysterisch duur is. Wil je nou wat goedkoper? Ga dan op een rustig strandje liggen. Bijvoorbeeld op Talamanca, bij de haven in de buurt. Talamanca! Naar achter de Pasha, zeg maar. Daar kan je ook nog voor gewone prijzen lekker een paella eten. En lekker rustig een bedje nemen. Het is hier gewoon niet zo'n poppenkast. Zo'n hele dure, nare poppenkast. En lekker met de kinderen, met de voetjes in het zand zitten. Dat is ook nog wel een leuke tip. Allerleukste tip, maar het is ook wel gelijk de duurste, is een dagje Formentera. Bootje huren. En je lekker met de boot laten vervoeren naar het eilandje voor Ibiza, Formentera. Dit is Blauwe Zee, Turquoise Zee, zoals je alleen de Caribes ziet en voelt. Ja, dat is hier rond Formentera. Voor degenen die niet in het bezit zijn, ik ook niet trouwens, maar ik heb leuke vrienden, van een prachtige boot die je hier naartoe brengt. Je kan ook met de ferry vanuit Ibiza naar Formentera. Ook een aanrader. Ibiza is een eiland zonder grenzen. Alles kan duur, gewoon. Dit waren mijn strandjes voor deze week. Volgende week ben ik er weer. En dan kom ik met de leukste restaurants. Tot volgende week.